boom! Heel veel dingen zijn 50. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het aantal mensen dat op praktische pijn zit te geilen. Het IQ van onze prachtige Geert Wilders. De leeftijd van Michael Jackson. Hoe vaak ik ruk per dag. Afijn, heel veel dingen zijn 50. Daarom heb ik besloten om er ook wat mee te gaan doen. Daarom maak ik vanaf nu top 50'jes. Althans top 50'jes. Ik noem 50 dingen op waar je geen reet aan hebt. Om vandaag mee te beginnen, 50 motherfucking filmspoilers. Scar heeft Mufasa vermoord en niet Simba. Deze film ken ik eigenlijk niet. Een fucking rip-off van de hele serie over Timon en Pumbaa. En ik heb me helemaal afgekeken. De jongen gaat dood. En het meisje drijft ergens in de zee op een fucking deur. Wat een gentleman. Die gast ontmoet drie spoken. En verandert uiteindelijk. Niks eigenlijk. Deze film heeft geen eens verhaallijn. De auto staat recht voor zijn huis. Die gast in de auto, die hele oude, gaat het einde van de film dood. Een heel gedoe over een stomme rat. Aan het einde van de film leeft de rat en die gast nog. Hij wordt beroemd! Ali G redt zijn eigen wezen. Ze lossen het geheim op van de plaat. En de boeven komen achter de gevangenis. De tralies. Hij gaat dood aan het einde van de film. Dude, denk jij dat ik deze film kijk? Hij wordt opgehangen. Hij besluit om geen god te worden en op aarde te blijven met zijn vriendin. Hij verslaat de bad guy. Ik ben zijn naam vergeten. Deze weet ik helaas ook niet meer, maar ik weet wel dat het ging over mensen oppakken. Yep. Dit is een musical film. Een theaterproductie ding. Dit heeft geen einde. Ja, Michael Jackson is dood. Uiteindelijk gaat hier wel bijna iedereen dood in de film. Op gruwelijke wijze. Hier ook. Hier ook. Hier ook. Vier ook. Hier ook. Hoor je dat ik vier ook zei tussendoor? Die vieze, vuile autist leeft gewoon nog. Het blijkt dat de zoon van Sinterklaas is de gast waarmee Paul de Leeuw gaat trouwen in de film. De Joker wordt opgepakt. De goede mensen overleven het wel. Perk en Mantis gaat dood aan het einde van de film. Die gast wordt gewoon weer oud en die redt de boel. Oh ja, hij redt iedereen en dan gaat iedereen mee met de mysterieuze gast op het einde. Hij mag niet meer met de baby's omgaan. Je ziet nooit de heks, maar iedereen gaat wel dood. Ze gebruiken water. Om de fucking aliens te vermoorden. Die lul gaat gewoon naar huis aan het einde van de film. E.T. goes motherfucking home. Rocky verliest het gevecht. Rocky wint het gevecht. Rocky verliest het gevecht, maar wint ook weer een gevecht. En Rocky wint weer een gevecht. Rocky wint het straatgevecht. En Rocky verliest het gevecht. Bully en Stu zijn de moordenaars. Hij gaat met zijn baasje mee. Niet die clown, maar die gewone kind. Hij vertelt het aan de andere beer. En de beertjes worden gewoon vrienden aan het einde. Oh, en hij wordt een mens. Ze redden Nemo en ze zijn allemaal blij. Mozart gaat dood. Hoe verbazingwekkend ook, in de Untergang gaat Hitler dood. Boom! Dat waren ze alweer. 50 filmspoilers in, nou, ik weet niet hoeveel minuten. Gewoon een paar minuten. Fuck you. Gewoon een paar minuten. Punt. Volgende keer. Ik heb geen idee wat ik de volgende keer ga doen eigenlijk. Daarvoor ben ik nog even aan het brainstormen. Hou bij je moes vooral in de gaten. Laat het je.